Welkom, vandaag laat ik je de functionaliteit van de Supply Chain Hub zien, die het navigeren door de met de Supply Chain gerelateerde Oracle modules veel makkelijker maakt. Wanneer je een Supply Chain Hub opent, krijg je eerst een scherm waar je inventory items kunt zoeken. Bijvoorbeeld alle items met een specifieke planningsuitzondering. In dit geval laat ik me zoeken naar achterstallige orders. En dan... Wanneer je zoekt, heb je hier de zoekresultaten en je kunt de materiaallagen uitvouwen of samenvouwen. Laten we zeggen dat we drie stuklijstniveaus willen en vanaf hier kun je naar de standaard Oracle schermen navigeren. Dus bij elk item kun je met de rechtermuisknop klikken en dan kun je naar specifieke Oracle formulieren navigeren. Bijvoorbeeld, je zou naar de stuklijst voor dit item kunnen navigeren of naar de beschikbare hoeveelheid en zo verder. Dus een van de ideeën is dat je snel items kunt zoeken en dan snel naar de Oracle-schermen kunt navigeren. De andere functionaliteit op het scherm is dat je rapporten kunt draaien voor specifieke items. Je zou bijvoorbeeld items kunnen markeren en ook kun je multiselecteren met behulp van de toetsenborden, de control toets. En de shift-toets op het toetsenbord en dan kun je rapporten draaien. Bijvoorbeeld een populair rapport is het horizontaal plan voor geavanceerde supply chain planning omdat het in Oracle standaard niet zo makkelijk is om die informatie eruit te krijgen. Dus je kunt hier een blitsrapport starten. En wanneer het klaar is, opent het en hier is het uitvoerbestand. Laten we kijken. Op het eerste blad hebben we de gedetailleerde gegevens. Op het tweede blad hebben we dan de gegevens van het horizontale plan. En je zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar laat me kijken naar de verwachte beschikbare balans als voorbeeld. En dan heb je voor deze geselecteerde items alle gegevens hier aan de rechterkant in de verschillende buckets. Dus dat is de andere functionaliteit dat je blitzrapporten hier kunt koppelen en ze voor de geselecteerde items kunt starten. En je kunt ook filteren in deze weergave. Dus bijvoorbeeld als je alleen geïnteresseerd bent in de vervaardigde onderdelen van je stuklijst, kun je hier aan de linkerkant filteren voor de maakonderdelen of vergelijkbaar. Je kunt ook aan de linkerkant zoeken naar alle inkooponderdelen, zoals deze. Pas andere filtercriteria toe en dan kun je ook kijken naar de vraag en aanbod van individuele items. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar de vraag en aanbod van deze monitor hier en dan zie je de vraag, aanbod, de verschillen. In dit geval, bijvoorbeeld, hebben we nu. CG en CNA staan zich 2 op voorraad, en hebben we een inkooporder binnen voor 200. En dan zie je de verwachte beschikbare balans voor al deze inkomende of uitgaande vragen en aanbod. En je kunt dan ook op deze hyperlinks klikken en navigeren naar bijvoorbeeld de productieorder die dit item verbruikt. En we hebben ook dit verbeterd: de verrijst de operatiescherm hier van Oracle een beetje, zodat je alles op één scherm hebt. Hier zie je bijvoorbeeld meteen dat deze productieorder 1282 monitors verbruikt. En op de eerste tab hier zie je dan de verschillende operationele stappen. En zie je ook meteen, um, zonder door extra tabs te hoeven klikken, hoeveel items we momenteel in de wachtrij hebben en draaien enzovoort. Ja, dus uh, dat is de belangrijkste functionaliteit. Je kunt ook nog een ding, je kunt ook fabriek uh, aanbevelingen toepassen. Of je kunt de fabrieksaanbevelingen van hier vrijgeven, zodat je bepaalde rollen kunt markeren. En dan in dit geval hebben we bijvoorbeeld de aanbevolen actie om deze inkooporders opnieuw te plannen. En je zou kunnen klikken op vrijgeven van fabrieksorders. En dan zou je deze opnieuw kunnen plannen naar de aanbevolen datum. Dus je zou kunnen klikken op vrijgeven en dan. Wordt alles ververst en worden de datums gewijzigd. En als je fabrieksorders had, ik denk dat we hier geen fabrieksorder hebben. Zou je ze ook van hieruit vrij kunnen geven. Dus laat me iets zoeken dat een fabrieksorder heeft. Oké, okay. dus bijvoorbeeld um, deze harde schijf. Dus laten we hier eens kijken. We zouden hier enkele fabrieksorders moeten hebben. Oké, okay, we hebben hier enkele fabrieksorders tussen staan. Dus je zou bijvoorbeeld, als je deze fabrieksorders wilt vrijgeven, je zou het op een vergelijkbare manier van hieruit kunnen doen. Ja, dat is het snelle overzicht. Als je meer wilt zien, neem dan contact met ons op en we kunnen een gepersonaliseerde demo organiseren. Dankjewel.